De reden dat dat aantal is verminderd heeft vooral te maken met dat wij een actieve benadering kiezen richting de inrichtingen en instellingen die loze meldingen veroorzaken. Om samen met die gebruikers op zoek te gaan naar de oorzaken van een loze melding en om te kijken wat we eraan kunnen doen om dat in de toekomst te vermijden. Maar nog altijd drukt de bronwacht te vaak vergees uit, vindt ze zelfs. 94% van de automatische meldings is loze alarm. Dit dan bijgelijk om smoke onder de reekmelder of steurings in de installatie. De bronwacht zet de komende tijd heeg in. Alle hier 20% minder uitrukken van meldings wiels de gimbron is. Uiteindelijk willen wij graag dat op het moment dat wij gealarmeerd worden voor een automatische brandmelding, dat wij er eigenlijk redelijk zeker van kunnen zijn dat er ook daadwerkelijk brand is. En dat betekent dat de verhouding 95% loos en 5% daadwerkelijk brand eigenlijk op termijn omgedraaid zou moeten worden.